Yo, Nintendo fans! Wisten jullie dat er al 10 Pokémon games uit zijn voor de Nintendo Switch? Hoog tijd om deze 10 games in een lijstje te gaan zetten. Dit is de top 10 beste Pokémon games. Nummer 10. Pokémon Café Remix. Introducing a new Pokémon puzzle game. Pokémon Café Mix. Ja, want dit kan je eerlijk gezegd toch niet echt een game noemen. Begrijp me niet verkeerd hoor, het is best wel leuk en lekker tijdverdrijf, maar eigenlijk doet me dit een beetje denken aan Candy Crush. Aan games die mijn moeder op haar telefoon speelt. Eén ding is wel overduidelijk, het ziet er super schattig uit. De tussenfilmpjes, de animatietjes, hoe de Pokémon eruit zien, ja, het is gewoon heel erg schattig. En dat maakt deze game, Dat maakt deze game toch best wel geinig. Lekker een beetje koken, gerechtjes voorbereiden en serveren aan je andere Pokémon. Ja, ik heb hem niet heel veel gespeeld, maar ik snap wel dat er mensen zijn die het leuk vinden. En oh ja, laat in de reacties weten wat jullie top 10 is, want daar ben ik trouwens ook wel heel erg benieuwd naar. Nummer 9. Pokémon Quest. In het begin ben ik echt hard gegaan op deze game. Je kijkt van schuin bovenaf op je Pokémon die lekker met z'n drietjes door het level heen blazen. Je kan het op automatisch zetten, zodat je helemaal niks hoeft te doen, maar dat is niet heel erg leuk. En na het behalen van een level krijg je weer je beloningen. De game zit ook boordevol met missies die je moet doen, waardoor je weer extra items krijgt en dat werkt best wel verslavend. Pokémon Quest bevat alle Pokémon uit Kanto, mijn favoriete generatie natuurlijk. Ja, en dan is het gewoon wachten totdat je je eerste shiny Pokémon krijgt en dat is dan toch wel een leuk momentje. Eén ding, je moet wel een beetje tegen de blokkerige pixel art kunnen, want ja, anders haak je hier natuurlijk heel snel bij af. Pokémon Quest is gratis, dus zeker de moeite waard om even een keer te proberen als je deze nog nooit hebt gespeeld. Nummer 8. Pokken Tournament DX. Ja, ik heb een ander shirt aan. Ik was namelijk vergeten om een stukje op te nemen voor Pokken Tournament DX. En misschien zegt dat ook wel wat over deze game. Laat ik bij het positieve beginnen. Het ziet er echt super vet uit. Alle Pokémon zoals Pikachu, Decidueye en al die andere zijn super vet geanimeerd. Het ziet er heel mooi uit. Prachtig steltje. Op het moment dat je aanvalt met je Pokémon is dat gewoon genieten. Je herkent aanvallen uit de games, maar deze zien er nog een stuk beter uit dan bijvoorbeeld gewoon in een Pokémon Sword of Shield. Maar waarom staat deze game dan zo laag? Nou, je moet behoorlijk wat tijd investeren, wil je een klein beetje goed worden in Pokken Tournament. En om eerlijk te zijn, had ik die tijd niet. Fighting games zijn sowieso al niet echt mijn type games. En als ik dan een keer een fighting game wil spelen, dan moet ik het gevoel hebben dat ik het binnen 10 minuten wel aardig kan. Bij Pokken Tournament is dat gewoon niet zo. Aanvallen, verdedigen, speciale aanvallen, het kost allemaal even wat moeite om te leren. Je moet ook wel de tutorial volgen om een beetje te snappen hoe deze vechtgame werkt. En voor mensen die hier wel in duiken is dat natuurlijk super vet. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat jij de game dan best een stuk hoger in dit lijstje zou zetten. Maar voor mij bleef het vooral bij uitproberen en na de tutorial heb ik het nog wel een aantal keer gespeeld en het lukte ook wel. Maar ja, als je hem dan 3 maanden weglegt, dan moet je eigenlijk weer van begin af aan beginnen. Ik snapte er helemaal niks meer van. Nummer 7. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. One day, you wake up. Only to realize you've become a Pokémon. Ook voor deze game geldt dat de stijl echt fantastisch is. Kijk maar eens naar hoe dit getekend is. Het is echt uniek voor een Pokémon game, deze tekenstijl. En het ziet er prachtig uit. En wat leuk is aan Pokémon Mystery Dungeon is dat de Pokémon ook echt met elkaar kunnen praten. Er zijn een paar hele boze Pokémon die de boel op stijl te zetten. En jij moet ervoor zorgen dat deze Pokémon even tot de orde geroepen worden met jouw lieve Pokémon. Met jouw team van Pokémon kruip je door de dungeons heen waar je weer andere Pokémon moet verslaan. En ja, dat is eventjes leuk. Maar voor mij werd de gameplay snel saai. Dat vond ik super jammer, want ik had echt wel heel erg veel zin in deze game. En ja, het steltje spreekt mij enorm aan. Maar het feit dat dit gewoon eigenlijk best wel een grind game is, ja, dat haalde mij er volledig uit. En zorgde er eigenlijk voor dat ik hem ook nooit heb uitgespeeld. Best wel jammer. Misschien ga ik dit toch rustig aan nog een keertje proberen. Ik wil hem eigenlijk wel graag uitspelen. Nummer 6. Pokémon Unite.
Met Pokémon Unite heb ik echt een haat-liefde verhouding. Ik heb denk ik ongeveer 60 uur in deze game gestoken. En ja, hiervan kan je ook zeggen dat het snel saai wordt. Want het is altijd dezelfde map en je moet altijd hetzelfde doen. Maar nee, ieder potje is anders. En dat is soms ook frustrerend, want soms verlies je 5 potjes achter elkaar. Omdat je niet goed samen kan werken met je teammates. En dan verlies je op 5 verschillende manieren. En de een is nog frustrerender dan de ander. Dit is een hele tactische game. Je moet hem echt als team spelen en samen goed samenwerken. Het is dan ook het leukste als je deze game met je vrienden speelt en met elkaar kan praten in Discord of zo. Dan denk ik oprecht dat je een hele goede game hebt aan Pokémon Unite. Maar op het moment dat jouw teammates niet naar je luisteren en eigenlijk maar gewoon hun eigen ding doet, jij ze alsnog aan het carryen bent, maar toch battle op battle verliest, ja, dan is het toch niet zo'n hele leuke game meer. De bedoeling is dus dat je in een team van 5 controle krijgt over de map en punten scoort bij de vakken van de tegenstanders en ze zo steeds verder terugdringt. Het team dat aan het einde de meeste punten heeft wint. Ja, en hiervoor zijn een heleboel tactieken bespreekbaar. Maar alsjeblieft, ga niet alleen lopen spelen in deze game. Werk samen, want anders is het voor niemand leuk. Nummer 5. Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Oei, ja, en ik weet dat hier de discussie gaat ontstaan. Veel van jullie zouden deze hoger zetten. Maar ik heb wel eens vaker gezegd dat dit gewoon niet mijn allerfavoriete Pokémon is. Ik vind het prima, ik vind het leuk tijdverdrijf, maar ik vond hem te makkelijk en een beetje te saai. Alleen de battle met Cynthia aan het einde was moeilijk, daar had ik echt heel veel healing nodig om hem te halen en max revives. Maar voor de rest heb ik geen enkele moeite gehad met de game en kwam ik elke keer maar weer dezelfde Pokémon tegen. Bidoof, ik heb het tegen jou. Ik had gewoon meer verwacht van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. En laat ze deze games dan ook eens een keer moeilijker maken. Of laat het toe dat je meerdere save files hebt en als je hem dan hebt uitgespeeld dat je dan een Nuzlocke challenge kan doen ofzo. Het is jammer dat de Pokémon Company zijn games gewoon heel erg toegankelijk wil houden en geen moeilijkheid erin wil brengen, want dat is wat de serie wel nodig heeft. Het steltje van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl sprak mij wel heel erg aan, maar nadat ik hem één keer had uitgespeeld, voelde ik eigenlijk niet de behoefte om hem vaker uit te gaan spelen. En dat had ik eigenlijk met nummer 1 tot nummer 4 wel. Die wilde ik steeds vaker gaan spelen. Nummer 4. New Pokémon Snap. Welcome to the world of New Pokémon Snap. This is the Lentil region. You'll ride the Neo-1 through the jungle. Ah ja, de fotograaf in mij wordt echt gelukkig van nieuw Pokémon Snap. Ik ben altijd al fan geweest van Pokémon Snap al sinds de tijd van de Nintendo 64. Terwijl ik toen geen eens een Nintendo 64 had, maar deze game altijd bij mijn vrienden speelde. Maar het fotograferen van Pokémon is gewoon geweldig. En ik vind het zo leuk dat je steeds nieuwe plekjes op de mappen ontdekt. Dat je steeds nieuwe gangetjes ontdekt waar dan weer andere Pokémon zijn. En dat je langzaamaan je Pokédex vult met gefotografeerde Pokémon in plaats van ze te moeten vangen. Je mag hier de Pokémon gewoon lekker met rust laten in een natuurlijke habitat. En dat voelt eigenlijk ook een keertje ook wel heel erg goed. Bij nieuw Pokémon Snap weet je gewoon wat je koopt. Je koopt een fotografiegame waar je helemaal rustig van wordt. En eerlijk, dat heb ik ook wel eens nodig. Gewoon even lekker rustig worden. Ik wil ook gewoon een keer een Snorlax zijn. Nummer 3. Pokémon Legends Arceus. Ik twijfelde heel erg of ik deze op nummer 2 of op nummer 3 ging zetten. Maar Pokémon Legends Arceus is uiteindelijk op de derde plek beland. En dat is een prima plek. Ik vond het echt een hele leuke game. In Pokémon Legends Arceus krijg je de vrijheid om lekker te gaan en te staan waar je wil. Je hoeft niet meer per se met Pokémon te battelen om ze te vangen. Je kan gewoon direct een Pokéball op hun hoofd gooien. En ja, dat is een lekkere formule. Pokémon Legends Arceus is misschien niet de allermooiste game, niet de allerbeste game. Maar ik ben ontzettend blij dat de Pokémon Company een keer iets nieuws gaat verzinnen. Dit is niet meer de klassieke Pokémon-formule, waarbij je Pokémon-kampioen moet worden door gyms te verslaan en de Pokémon League te verslaan. Nee, je bent hier bezig met een verhaal. Wat is er gaande in de lucht? Waarom zijn alle Pokémon zo boos geworden? En wat moeten wij doen om dit probleem te verhelpen? En ik word daar gelukkig van. Eindelijk een keer iets totaal nieuws in een Pokémon-game. En wat ik hoop is dat ze eigenlijk dit een beetje door gaan trekken in de mainstream Pokémon-games. Bijvoorbeeld in Pokémon Scarlet Violet en hoe heette die ook alweer?
weer? Oh ja, gewoon Pokémon Scarlet en Violet. Die komen in november uit en dat is weer een compleet nieuwe generatie Pokémon. Ik hoop dat ze de stijl van de klassieke Pokémon games gaan koppelen, gaan verwerken met de stijl van Pokémon Legend Arceus. En dan heb je denk ik echt een perfecte game. Ik kan niet wachten tot november. Alsjeblieft, doe hier iets goeds mee, Pokémon Company en Game Freak. Nummer 2. Pokémon Sword and Shield. A breathtaking land. Fierce competition. Toch Pokémon Sword and Shield. Wanneer er een nieuwe generatie Pokémon klaarstaat, word ik altijd intens gelukkig van het leren kennen van de nieuwe wezentjes. En in de 8e generatie was er natuurlijk de beurt aan Grookey, Scorbunny en Sobble. Van tevoren wil ik nooit te veel trailers kijken waarin de nieuwe Pokémon worden laten zien, want ik wil compleet verrast worden. Ik wist bijvoorbeeld ook de eindevoluties van Grookey, Scorbunny en Sobble niet voordat ik aan de game begon en dat vind ik zo vet. Het moment dat je Pokémon evolueert in de laatste vorm en je niet weet hoe die eruit gaat zien, is echt magisch. Bovendien is het gewoon super tof om op je weg allerlei Pokémon tegen te komen die je nog niet kent. Dat je gewoon hyped wordt van Wooloo en Rookidee en dat soort Pokémon. Echt fantastisch. En zoals jullie weten heb ik meerdere challenges gedaan van de Pokémon games hier op dit YouTube kanaal. En ik heb van elke challenge genoten. Ik vond het gewoon oprecht leuk om deze game 5 keer uit te spelen. Nummer 1. Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee. Ja, Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee zijn mijn favoriete Pokémon games voor de Nintendo Switch. Zoals ik al eerder zei is Kanto mijn favoriete regio en zijn de eerste 151 Pokémon mijn favoriete generatie. Pokémon Red en Blue waren mijn eerste Pokémon games die ik in 8-bit stijl op mijn Game Boy speelde. En om nu terug te mogen gaan naar die regio met deze graphics was voor mij echt een kinderdroom die uitkomt. Ik kan begrijpen dat niet voor iedereen Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee de nummer 1 Pokémon game is, maar ja... Dit is een subjectief lijstje natuurlijk. En voor die oude mensen zoals ik was dit gewoon een feest. Om Zapdos zo te mogen zien in de Power Plant. En Mewtwo die is ontsnapt uit het laboratorium hier nu in de grot staat. Ja, ik vond het geweldig. Een Pikachu of Eevee die op je rug klimt en de hele game lekker in je nek zit. Ja, ik werd hier zo gelukkig van jongens. Dit is mijn favoriete Pokémon game voor de Nintendo Switch. Laat even weten in de reacties wat jullie top 10 is. Hoe zouden jullie deze games ranken? Ik wil het heel graag zien. Ik ben benieuwd of mijn mening hetzelfde is als jullie mening. Ik heb ook ontzettend veel zin in Pokémon Scarlet en Violet. En laat ook in de reacties weten waarvan jullie ook nog een top 10 willen zien. Duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!